Precies een jaar na de opstand tegen president Mubarak in Egypte praten we met Petra Stine, oud-diplomaten. We hebben het erover, wat heeft eigenlijk de revolutie gebracht? Laten we even kijken naar het Tahrirplein vandaag. Waar, ik denk wel 1 miljoen mensen bijeen waren ongeveer om die bevrijding van Mubarak te vieren. Feestelijk is het haast, zoals het ook vorig jaar op sommige dagen kon zijn. Er zijn veel veteranen vandaag, mensen die er vorig jaar ook bij waren. I didn't expect that it will end at once, because I know that through 59 years and we are under the ruling of military council or military people. Ja, Petra, een jaar geleden werd het al snel met optimisme de Arabische lente genoemd. Wat er gebeurde daar in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. We zijn nu een jaar verder, dus we kunnen voorzichtig de balans opmaken. En dat hebben we, dat gaan we doen aan de hand van een aantal types, archetypes die deel uitmaken van de Egyptische samenleving. Laten we even kijken. Zullen we met de eerste beginnen? Salwa, de vrouw. Laag opgeleide vrouw. Ja. Misschien is dat wel de gemiddelde vrouw in Egypte. Ik weet niet 26% van de vrouwen in Egypte heeft een officiële baan. Net zoals overal in de wereld werken vrouwen natuurlijk keihard. Ja. Alleen wordt dat niet in de officiële statistieken opgenomen. Maar hoe was haar positie voor de revolutie? Eigenlijk scholing is heel slecht. In Egypte is voor meisjes sowieso dat ze veel sneller van school worden gehaald. Dus vrouwen zijn geloof ik tussen de 60% en 70% de slaag geletterd of kunnen helemaal niet schrijven. Nou, gezondheidszorg, heel slecht voor vrouwen. Iets van 90-95% van vrouwen hebben gynaecologische problemen omdat er hele slechte seksuele voorlichting is, zeg maar niet. Dus vrouwen weten eigenlijk heel weinig over hun eigen lijf en over het huwelijk. Wat ze daar te verwachten hebben. Veel huiselijk geweld. Ook veel seksuele intimidatie op straat. Er is een onderzoek waaruit gebleken is dat iets van 83% van de vrouwen lastig werd gevallen. Het is een onderzoek van 2008. Dus de beelden die wij onlangs hebben gezien op dat Tahrirplein van die mevrouw die half naakt over de grond werd gesleept. Dat is een uitwas van iets wat al heel erg in die samenleving zit. Nu zagen we dus dat zij een jaar geleden op dat plein stond. Ja. Waarom was ze daar naartoe gegaan? Nou, volgens de gesprekken die ik heb gevoerd, eigenlijk allemaal voor één ding. Ik wil een betere toekomst voor mijn kinderen. Is dat gelukt? Tot op zekere hoogte. Voor haar kinderen? Zegt het niet voor haar zichzelf. Kinderen. Ja. Ja, en het heeft ook heel erg te maken, maar dat is eigenlijk voor al die mensen. En ook de mensen die niet op Tahrir zijn. Het had ook met waardigheid te maken. Ik ben een paar weken geleden was ik in Egypte en mensen zeiden steeds tegen mij van willen eigenlijk. We zijn zo blij dat we niet meer als slaven, als onderdanen, als vee behandeld worden. Mm-hmm. Nou, en ook in Egypte lopen vrouwen dan wel af en toe achterop. Maar is de gemiddelde vrouw, als we haar even de gemiddelde vrouw van Egypte mogen noemen, Salwa, er nu in een jaar op vooruit gegaan? Op een bepaald niveau helemaal niet. Als je het gaat meten naar de aantal zetels die bijvoorbeeld in het parlement zijn gekomen voor vrouwen. Er zijn iets van 5 tot 6 vrouwen. Volgens mij zijn het er 5. Van de 508 zetels voor vrouwen. En die vrouwen die in het parlement zitten zijn vooral vrouwen uit de islamitische partijen. Een paar daarvan stonden niet eens met de foto op hun eigen foto op de stembiljetten, maar met een roos. Hè? Want een van die partijen die vindt dat vrouwen zich die dus moeten beschermd worden. Die de salafisten willen geen vrouw, hè? Die doen in plaats van een vrouw een roos. Ja, je kent dat, hè? Vrouwen zijn breekbaar, dus die moet je beschermen. Dat is dan het idee. Ja, daar kan ik me helemaal niet mee bij voorstellen. Heeft ze gestemd, denk je? Ja, dus hebben heel erg veel vrouwen stonden. En dat is dan het hoopvolle, dat mensen zoals zij echt het gevoel hadden, mijn stem telt nu. Laten we naar Mohammed gaan. Dat is de vrome moslim. Waarom was die op het plein? Tot eigenlijk vorig jaar, toen Mubarak nog aan de macht was, hadden moslimbroeders en mensen die zeg maar van de salafistische partijen waren, hadden eigenlijk het gevoel dat hun stem helemaal geen geldigheid had. Dat ze helemaal niet gehoord werden. Moslimbroeders zijn in de jaren 90 en na 11 september in heel erg veel
gevallen gewoon opgepakt zonder enige vorm van proces, gemarteld. Omdat tegen de terrorismebestrijding werden zij gewoon de bak ingegooid. Dus ze hadden eigenlijk helemaal geen mogelijkheid om politiek actief te zijn. Maar ze werden wel heel actief in de wijken. Dus die gezondheidszorg en het onderwijs en ook zaken doen, dat gebeurde eigenlijk heel erg door de moslimbroeders. Want die partij van Mubarak en zijn zoons, die sleepte gewoon allerlei projecten binnen op een hele corrupte manier. En deze mensen werden gezien als eerlijke types. En die hebben daarmee natuurlijk ook heel veel aanhang verworven. Nou, als er één les is, ook voor politieke partijen in Europa van die moslimmoeders, is dat je als je echt stemmen wil winnen, dan moet je zorgen dat mensen weten wie je bent. Ja. Dat mensen het gevoel hebben dat je iets voor hen kunt betekenen. Nou ja, als je honger hebt en eten uitdeelt, dan werkt dat dus. Nou ja, en dat is natuurlijk het gekke van de politiek van de moslimbroeders. En die zullen nu worden getest. Die hebben een eigen partij opgericht, de Vrijheid en Rechtvaardigheidspartij. En ze zullen nu moeten gaan leveren. Dus deze Mohammed, ik ben wel benieuwd over een paar jaar, als hij teleurgesteld is, dan zou het best kunnen zijn dat hij op een wat andere partij gaat stemmen. Zoals? Nou, een liberale partij, ja. Of misschien wel een soort van middenpartij. Ja. Ja. Is hij radicaler geworden, denk je? Deze meneer, hij zou heel radicaal kunnen zijn, dat kun je eigenlijk niet aan iemands uiterlijk zien. We hebben toch een beetje de neiging als we een meneer met baard zien die enthousiast op het plein staat te roepen, dat we denken, nou, het zal een extremist zijn. Maar het kan ook een enthousiasme zijn. Ik heb het bij Tijl al een beetje zo. Ja. Ja, maar die is ook de laatste tijd flink geradicaliseerd. Ik hoorde dat je zelfs nu in Disney World weer een baard mag. Het personeel van Disney World mag weer een baard dragen. Dat mocht een tijd niet? Nee, ik weet niet waarom. Ja, maar jij zou wel een hele goede moslimbroederzakenman kunnen zijn. Een moslim. En ik zou een hele goede moslimbroederzakenman kunnen zijn. Ja, wat een ontzettend leuk compliment. Ja, ja. Wij kijken met westerse ogen natuurlijk. Nou, wij althans, ja, jij minder, omdat jij het land kent. Maar is het nu zo dat moslims, die natuurlijk voor een groot gedeelte ook onderdrukt werden door Mubarak, doordat ze nu vrijer zijn, daardoor gematigder zijn geworden? Of zijn ze daardoor juist extremer geworden? Ja, dat vind ik echt moeilijk om te zeggen. Wat ik heel erg voelde toen ik er was, dat is mensen hebben. Ze zeggen dan, we hebben op iemand gestemd. Hè, mensen gestemd die God vrezen. En we willen dat mensen verantwoording afleggen. En die types die we eerst hadden, Mubarak en al die zogenaamde liberalen, ja, die legden aan helemaal niemand verantwoording af. En het is mij opgevallen dat ook liberale vrienden van mij hebben op die Vrijheidspartij van de Moslimbroeders gestemd. Ja. Ook vanuit het principe van, we willen gewoon nu zuivere politici hebben. Ja, het lijkt mij een illusie, maar dat is wel wat mensen daar voelen. Zullen we naar iemand van de nieuwe generatie gaan? Ja. Die heet Galet, zeg ik dat goed? Ik weet niet of we hem in beeld hebben, maar dit is hem. Hij is westers georiënteerd, staat er. Is dat in een uitzondering? Is het zo dat de meeste mensen in Egypte, tot welke fractie ze ook behoren, eigenlijk anti-westers zijn? Er is op dit moment heel veel anti-westers sentiment. Veel xenofobie. Je ziet ook dat in de Egyptische media, die nog steeds door de overheid worden en dus door de militaire raad worden beïnvloed, echt de goede publieke staatsomroep. De hele tijd weer opgezweept wordt. Het zijn buitenlandse elementen die de revolutionaire steunen. Eind december is er een inval geweest in een aantal NGO's. En niet governementele organisaties met mensenrechten, vrouwenrechten bezighouden. En er werd gezegd, ja, ze worden gesteund door het Westen. Maar dat er tegelijkertijd bakken met geld uit Saoedi-Arabië komen en uit Qatar. Ja, daar is geen discussie over. En wat zit daarachter? Ja, toch eeuwenlange beïnvloeding vanuit het Westen met een dubbele agenda. Zo wordt dat gevoeld, hè? Van dat Westen ziet ons eigenlijk alleen maar als een plek waar het stabiliteit moet zijn, zodat ze olie kunnen hebben, zodat ze toegang kunnen hebben tot het Suezkanaal. En Israël. Dat zo lang zo was ook natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. En je ziet nu ook dat. Zou dat gaan veranderen? Nee. Maar ze hebben het Westen natuurlijk ook nodig. Ja, ze hebben ons ook nodig. Alles het maar omdat toerisme een belangrijke factor is in Egypte, toch? Ja, en dat zie je wel, dat mensen die in de toeristensector werken, dat zijn vaak mensen die op zich vrome moslims of vrome christenen zijn, want je hebt ook veel christenen in Egypte. Tegelijkertijd zeggen we, ja, maar dit is ons brood. Wij willen gewoon dat Egypte weer stabiel wordt, zodat we toeristen aantrekken. En dit soort, deze nieuwe generatie, dat kunnen mensen zijn van 20 en van 50, maar die willen wel op een andere manier Egypte inrichten. Maak jij eigenlijk televisieprogramma's voor Egypte? Ja. Wat? The Voice. Oh ja? Onder andere. The Voice of Egypt. Ik weet niet of ik hou van Egypte er ook loopt, maar. Nou, dat zou wel een hele leuke zijn. Maar in ieder geval The Voice, ja. En wat heel leuk is, eigenlijk in, volgens mij 2002 was de eerste Idols in de Arabische wereld. En dat was voor mensen in de Arabische wereld een unieke ervaring. Dat ze konden sms'en. Ja.
konden stemmen. Stemmen, meedoen. En echt invloed hadden op het proces. Ja. Dus John de Mol is eigenlijk de belangrijkste man voor de democratie. Het lijkt mij eigenlijk wel een heel goed exportproduct. Ja. Nou, Big Brother is daar van de buis gehaald op een gegeven moment. Ja. Ja. Dat hebben ze toen gekocht onder de voorwaarden dat ze het gingen maken zoals we het bedacht hadden. En toen zijn er toch wat mensen die achter de schermen aan touwtjes getrokken hebben. En toen ging het hele mooie ultramoderne Big Brother huis met, ik geloof, tientallen miljoenen euro's aan techniek ging dicht en klaar. En dat was gewoon omdat er stoute dingen gebeuren die niet helemaal volgens de programma. Nou, het begon na een week dat ze riepen van, we willen toch dat er wat meer gescheiden kamers komen voor de jongens en de meisjes. En dat ging steeds. Dat was niet helemaal de formule, geloof ik. Nee. Dus je was echt. Nou, ik hoop echt. Ja. En dat zal nog wel misschien wel 10, 20 jaar duren. En ze zien dit soort programma's, sommige mensen ook als uitwassen van het Westen. Maar daaronder zit natuurlijk wel een keuze die je kunt maken om je leven in te richten zoals je zelf wil. En ik denk dat dit soort mensen, zoals een Geilert, die willen dat heel graag. Maar die wonen wel in een heel conservatief land. Maar ik neem aan dat dit soort televisieprogramma's, ook deze van John de Mol bijvoorbeeld, toch ook een optimistische invloed kunnen hebben op zo'n samenleving, of niet? Ja, en absoluut. En de rol van cultuur. Ik zeg altijd, cultuur in dit soort transformatieprocessen is echt zuurstof voor de verandering. Er is heel veel graffiti nu op muren in Cairo, maar ook films die gemaakt worden. Er is een film gemaakt over seksueel geweld tegen vrouwen. Nou, heel groot succes. Heel veel muziek. Rap. Waar gaan ze op een vrijdag of zaterdagavond, waar gaan mensen heen? Gaan ze naar het theater? Hoe ziet dat eruit? Als we de volgende keer samen in Cairo gaan, dan neem ik je mee naar de jazzclub. Daar ben ik met deze Geilert Abunaga, een filmacteur, maar die ook zich heel erg inzet voor maatschappelijke onderwerpen, kinderrechten, noem maar op. Ja, dan staat het helemaal vol. Jazzclub. Jazz in Egypte. Jazz in Cairo. We gaan nog één date. Ja. Je hebt ook weer een date binnengehaald. Met de mooiste meisje van de klas. Ja. Kan erger. En dat als moslim zakenman. Ja. Zie je wel, die revolutie brengt best hele mooie dingen. We hebben nog één iemand, want er stonden natuurlijk heel veel mensen. Maar één archetype die op dat plein stond is Mahmoud, als ik het goed heb. Wie is Mahmoud? Nou, deze meneer die baalt echt enorm van die revolutie. Want de afgelopen jaren heeft hij eigenlijk niks meer kunnen verkopen. En die kwam ik toen ik een paar weken geleden was ook wel tegen. Die echt, die klagen. Het zijn de revolutionairen, die jongens en meisjes wat die lopen te twitteren. Wat verkocht hij daarvoor? Kleren, popcorn, aardappelen. En waarom kan hij dat niet meer kwijt dan? Nou, omdat mensen geen geld meer hebben. De koopkracht is dramatisch gedaald. De koopkracht is achteruit gegaan. En je ziet wel, mensen denken toch korte termijn. De burger is boos. Hè? Dat heb je in Egypte ook. En ja, dan wil je een zondebok. En dat 30 jaar, of wat die meneer in dat filmpje zei. Dat zijn daar niet de moslims natuurlijk, de zondebok. Wel die moslims die op dat plein staan en voor die revolutie hebben gezorgd. Die zijn in zijn ogen zijn dat, ja, dat de mensen die daarvoor gezorgd absoluut. Hebben dat die economie naar de sodemieter gaat. En als je dan daar verder mee praat met dit soort mannen, dan geven ze wel toe dat het voor dat Mubarak vertrok ook al heel slecht was. Mm-hmm. Maar het is voor deze man. Ja, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld nu vakbonden veel actiever worden en dat er nu vrije vakbonden zijn. En het gekke is dat, ik ben met een vriend van mij die een hele grote fabriek heeft. En die vindt het ook lastig dat dit soort mensen veel mondiger worden. Hè, als je een groot bedrijf hebt en om de haverklap mensen beginnen te staken. Omdat ze en meer lonen willen, of meer rechten, of meer vrije dagen. Ja. De democratie is niet altijd een gemakkelijk proces. 80% van de Egyptenaren wil dat er stabiliteit komt en wil dat de revolutie niet wordt doorgezet. 72% vindt dat de militairen aan de macht moeten blijven. Dat zijn toch onthutsende cijfers eigenlijk. Ja, mensen kiezen heel snel voor stabiliteit. Ja. En daar kunnen die militairen voor zorgen. Nou, en we hadden het net even over het Westen. En je ziet nu al dat de Amerikanen, die waren echt weer druk op bezoek de afgelopen weken. Dus je ziet dan de minister van Defensie van de Amerikanen, die zit bij de militairen op schoot. Allerlei mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die gaan nu wel handjes schudden met de moslimbroeders. En je ziet ook dat de Amerikanen nu al eigenlijk afgaan van het steunen van die veranderingskrachten. Ja. En dat ze ook weer inzetten op stabiliteit. Over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Wordt dat dan, zoals ik het jou hoor zeggen, eigenlijk een soort puppet on a string? Wordt dat iemand die eigenlijk een tegenwoordiger is van het leger en Nee, dat denk ik niet. Want wat we vandaag hebben gezien, want je ziet hier het plein, dat is weer de arena van die revolutie. Maar foto van vandaag is dit, ja, hè? Vandaag hebben we zeg maar 4 grote marsen plaatsgevonden. En elke mars had een naam van een van de beroemde martelaren van de revolutie.
En wat ik ook hoor van contacten in Egypte is dat ze zeggen, we zijn de angst voorbij. We accepteren niet een nieuwe dictatuur, of dat nou militairen of moslims zijn. En als het moet, gaan we weer de straat op. En het grootste belang is nu voor mensen dat er een grondwet komt die politieke en burgervrijheden behelst. Nou, dat wordt nog een enorme strijd. En die president die nu komt, die weet, als hij naar de foto's van Mubarak kijkt, er is een mogelijkheid dat je in de bak komt als je je niet goed gedraagt. John, we gaan het over televisie hebben straks met jou. Het mooiste meisje van de klas, is dat een format wat jij had kunnen bedenken? Nou, in ieder geval had willen bedenken. Ja, je bent er jaloers op? Vind ik een heel goed format. Maar het is niet iets, het is niet met een grote studio en show. Dus het is eigenlijk niet jouw pakje aan. Of zie ik dat verkeerd? Nou, dat is niet helemaal waar. Want wij maken niet alleen maar grote studio shows. Wij maken ook kleinere programma's. En ook programma's in dit genre. Maar deze niet. En het is een heel mooi programma. Ja. We gaan even naar de promo kijken van het programma van morgen. Ik heb er altijd heel mooi gevonden. En ze was lang. Dat was vooral een doogspringend. Heel mooi lengte. Die wel wist wat ze wilde toen al. Aan vader of moeders wil is wet. Dat zat heel erg ingebakken bij ons. Waar leidde dat toe? Ja, vaak tot frustraties van Petra en irritaties van pa. Ja, wij wisten natuurlijk al dat jij het mooiste meisje aan tafel was. Maar het mooiste meisje van de klas hadden we al een beetje... Dat is niet zo moeilijk vandaag, vind je? Nee, ja. Bijna elke dag is Petra het mooiste meisje bij ons aan tafel. Maar komt er morgen nog iets uit? Komt er morgen nog iets uit van jou te weten waarvan je denkt, nou, dat had ik liever niet willen vertellen, maar dan zeg ik het nu maar? Nee, dat hebben ze eruit geknipt. Goed, nou, dan kunnen we op ons gemak met John de Bol gaan praten.